tappers. Doen jullie mee met de taples? Met of zonder tapschoenen maakt niet uit, want ik weet niet waar je woont en of je op die vloer die je thuis hebt mag tappen met tapschoenen. Of dat je onderburen hebt. Maar tappen kan ook zonder tapschoenen. Zorg ervoor dat je je benen licht gebogen hebt. We beginnen met de straight tap oefening. De straight tap gaat vanuit de enkel. Dat is de enige tap die vanuit de enkel gaat. Daar komt hij. En 1, 2, 3. 2. Oefening 2 zijn de shuffles. Shuffles is alleen met de bal van de voet. Ja, uit en terug. Als je uit gaat, dan moet je niet je knie overstrekken. Dus hou het wel licht gebogen. En bij het teruggaan komt die knie omhoog. Op, uit, terug, uit, terug. Oké, we gaan. 8 shuffles, komt ie.
even op. Shuffle, change, shuffle, change, shuffle, change, step nieuw. Shuffle, change, shuffle, change, shuffle, change, step nieuw. Shuffle, change, step nieuw. Shuffle, change, step nieuw. Shuffle, change, shuffle, change, shuffle, change, step nieuw. Shuffle, change, shuffle, change, shuffle, change, step nieuw. Shuffle, change, shuffle, change, shuffle, change, step nieuw. Shuffle, change, step nieuw. Shuffle, change, step nieuw. Shuffle, change, shuffle, change, shuffle, change, step nieuw. Supergoed, we gaan hem met muziek doen. Sneller doen. Goed, succes ermee!
Wij gaan verder met de tap step ball change. Tap step ball change doen we normaal gesproken over de diagonaal. Dat gaat denk ik niet lukken in de huiskamer of waar je ook aan het tappen bent. Dus we doen het gewoon naar voren en weer terug. Dan hebben we twee vliegen in één klap, dus dan maken we tap step ball change naar voren. Dan maken we ze ook meteen naar achter. Maar let op, bij de tap step ball change moet je op de bal van de voet blijven. De hielen mogen niet de grond raken. Je doet twee klanken. Tap step, achter voor, tap step, achter voor. Dat is de tap step ball change naar voren. Als je hem naar achter doet, doe je hem natuurlijk naar achter. Dus tik, aanzet, neer, achter, voor, tik, aanzet, neer, achter, voor. Dus, nog een keertje, naar voren is die. Tik, aanzet, neer, tik, gewoon, naar voren. Naar achter is die, hetzelfde. Alleen de tap step gaat niet naar voren, maar die gaat naar achter. Oké, wij doen er 4 naar voren en 4 naar achter. Dus, en 1. 8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus nog een keer. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan opzij. 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 En dan kunnen we weer opnieuw. Muziek doen. Goed? Wat jullie weten, dat best lastig is. Bij sommigen gaat het heel goed, bij sommigen nog niet. Als het nou goed gaat, dan kan je de hele huiskamer door of de hele tuin door. Als het nou nog niet zo goed gaat, heb je nou voldoende tijd om te oefenen. Dus dat is wel een goeie. Pullback neemt ook niet zo heel veel plek in. Als je niet zo heel veel plek hebt, doe je namelijk op de plek. En niet helemaal verplaatsen. Oké, pullback. Begint plat. Dan doe je zo. Dus je voet van de grond af. En ik kan het niet heel langzaam voordoen in de lucht, want hij gaat de lucht in, hè. Dus je maakt een plié. Nou, tijdens dat ik omhoog spring, raakt de bal van de voet de vloer en dan kom je weer neer. Let op. Hoor je dat? Dus op neer. Dus tijdens het omhoog springen doe ik dit en dan komt hij neer. Als je de pullbacks nou al heel lang kan, doe het natuurlijk niet vanaf platte voet, maar dan probeer je het
vanaf de bal van de voet. Want officieel hoort de pullback vanaf de bal van de voet. Maar als het nog niet zo goed lukt, doe je het gewoon zo. En niet kwaad worden als het nog niet gaat. Gewoon proberen. Goed? Goed. Wij gaan dan met de tap combinatie. Ik ga hem eerst even rustig met jullie doornemen. En daarna gaan we hem op muziek doen. Je begint met een tap step ball change. 4 maal. Tap step. Yeah.
train step is stem, step, 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 stem, step, 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 step. Dus even helemaal, weer vanaf dit punt. 5, 6, 7, 8. 1 en 2.